ben de sterkste. Los problemen op zo snel als 1, 2, 3. Vandaag de première van Sprookjesboom de Musical. Ja, wat verwacht je ervan? Ja, ik verwacht natuurlijk een groot spektakel. Ja, ik ben echt super benieuwd. Ja. Want je hebt jezelf in dit theater ook op de planken gestaan. Ja, klopt, met Sound of Music. Dat is inmiddels ook alweer 2 jaar geleden bijna. Maar daar hebben we hier inderdaad 4 maanden gespeeld. Ja. En vandaag dus voor de plank in plaats van erop. Ja, is ook wel eens lekker hoor. Om gewoon even lekker naar een mooie voorstelling te kijken. En je te laten verrassen. En een lekkere middag als toeschouwer te hebben. Is ook wel eens fijn, ja. En weer even helemaal terug naar het kind zijn van vroeger. Ja, oh, dat is toch lekker hè. Dat je gewoon lekker je kan laten vermaken. En weer even in een sprookjeswereld kan laten zijn, ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel. Hey, jullie gaan vandaag naar de musical kijken van de Sprookjesboom. Wat vind je daarvan? Leuk. Leontien, ja, met de kleintjes op pad naar de musical, de Sprookjesboom. Wat verwacht je ervan? Nou, we hebben de film al gezien en daar hebben we al echt zitten genieten. Dus hier hebben we helemaal zin in. Ja, ja. En we zijn fan van Roodkapje, toch, In? Ja. Ja, want de kindjes zijn ook helemaal verkleed als prinsesjes. Ja, ze zijn echte prinsesjes. Ze kunnen zo meespelen. Ja, dat denk ik dus, wel. Dus ze hebben er helemaal zin in. Ze willen ook niet meer wachten. Zie je dat? Ik zou zeggen, ga ze gauw achterna. Ja, we gaan lekker genieten. Helemaal goed, dankjewel. Nou, Ron Boshart, jij ook op de première van Sprookjesboom de Musical, maar ja, wel zonder kinderen. Ja, ze hebben afgebeld. Mijn dochter had een examen en mijn zoon die moest zelf optreden. En ik vind het niet netjes om vlak van tevoren af te bellen. En het is mooi weer en het belooft een gigantisch avontuur te worden, dus ik ga er gewoon maar heen. Er is een reunie van allerlei mensen die hier ooit gestaan hebben en daar ben ik één van. Dus ik hoop dat ik nog meer collega's zie. Weer leuk om terug te zijn. Ja, maar ik vind het altijd leuk om in de Efteling te zijn. Altijd. Nou gaat het over Sprookjes, de Sprookjesboom, zo heet de musical. Ja, wat verwacht je ervan? Dat het een gigantisch spektakel gaat worden. Daar ga ik vanuit. Ik hoop altijd dat met musical dat de ouders ook iets leuks ook even kunnen lachen. En als dat het geval is, is het een echte familie musical. En vooral voor jouzelf weer even terug naar vroeger. Juist, zo is het. Opgeeten. Ik zal je zeggen, dit is mijn verjaardagsfeest. Ik ben vandaag jarig, ik doe helemaal niks. Behalve, ik dacht, ik kom er heel goed onderuit. Wij gaan lekker met de familie naar het Sprookjesboom. Dus het is dubbelfeest. En het maakt niet uit hoe oud je bent. Naar de Efteling, gewoon hier naartoe rijden. En die gebouwen zien. Dat, je voelt je gewoon weer klein en opgewonden. En ik ben helemaal gelukkig dat ik weer in de Efteling ben. Een feest en een mooi verjaardagscadeau dus. Absoluut. Wat wil je nou nog meer op je verjaardag? Een heel blij kind en een groot feest. En een blij kind, helemaal opgedoft als Roodkapje. Ja. Geheel in stijl van de musical. Ja, de dresscode was dat kindjes als... Oké, daar heb je alle prinsessen. De kindjes mochten als sprookjesfiguren. En de ouders moesten casual. Maar ja, ik vind wel casual met een kleurtje. Vind je niet? Heb je mijn veters al gezien? Ja, het kleurt lekker. Ik vind casual is leuk, maar wel altijd een beetje feestelijk houden, toch? Een beetje op z'n sjaasjaas. Hé, houdoe hè? Houdoe hè? Ralf, een paar weken geleden spetter je nog in sterren springen. Ja. En nu duik je dadelijk lekker het plusje in van het Efteling Theater. Lekker toch? Even zonder verwondingen en weet ik veel ergens in gaan zitten. Ja. Wat verwacht je nou van deze musical? Ik heb de vorige musical ook al gezien, plus een film, dus ik gok een beetje in dezelfde trant natuurlijk. Weer een vrolijk avontuur met alle bewoners van het Sprookjesbos. Is je eigenlijk niet een beetje, ben je er eigenlijk niet een beetje te oud voor? Ik ben er stiekem wel een beetje te oud voor, maar met een heleboel manieren zit ik ook gewoon nog altijd bij de Efteling. Ik ben DJ bij Efteling Radio. Daarnaast heb ik mijn albumpresentatie hier ook gehouden, dus... Als er iets is van de Efteling wil ik wel altijd even toch langskomen. Dus het voelt gewoon als een soort van thuiskomen? Eigenlijk wel. Nou, veel plezier. Dankjewel. En hoger en hoger, laat hem nou niet zakken. Pas op voor al die takken, hij gaat hoger. Jullie zijn hier vandaag ook bij de première van Sprookjesboom de Musical. En je hebt gewoon je eigen sprookjesfiguur meegenomen. Ja, twee. Twee? Ja, Ravelijn. Die is in ieder geval van de Efteling natuurlijk. En Roodkapje. Geheel in stijl dus. Ik ben zelf als prinses, samen met mijn prins. Ja. Wat verwachten jullie van de musical? Eén groot feest.
Wij gaan heel vaak ook nog naar die voorstelling in het Sprookjesbos. Weet je, met al die poppen en zo. En ja, dat is ook altijd geweldig. Al die kinderen dansen allemaal mee, dus ik verwacht dat gewoon nu weer. Zo, dus jullie gaan samen met mama naar de musical toe. Mm-hmm. En wat verwacht jij er nou van? Dat het heel leuk wordt. Wij kijken heel vaak naar de televisieserie. Zij snapt ook niks van. Het is net als op tv, hè, zei ze net. Vind je het ook een beetje spannend? Nou, in ieder geval een leuk dagje weg dus met de kinderen. Ja, hartstikke leuk. En de Efteling is natuurlijk ook altijd superleuk. Ja. En een musical vol met kleine sprookjes. Ja, één grote musical ervan gemaakt. Ja. Wat verwacht je ervan? Ja, ik denk dat het... Nou ja, weet je, als het dezelfde leuke verhaaltjes en kwaliteit ook heeft dan de serie, dan is het volgens mij wel goed. Ja. Nou, vandaag de première van de Sprookjesboom. Een blaadje op je hoofd, nou, vertel. Ja. Mooi, hè? Ja, ik ben helemaal gek van bomen, überhaupt. Ik ben bijna 16 jaar ambassadrice geweest van de Nationale Boomfeestdag, dus dat zegt al wat. Ik ben heel erg voor natuur, dus Sprookjesboom sprak mij heel erg aan. Ik weet niet wat ik mag verwachten, maar ik denk dat het heel mooi wordt. En dit heb ik 2 jaar geleden gekocht van iemand die het zelf gemaakt heeft. Dat ook. Van leer. En ja, ik vond het zo mooi. En ik had zoiets van, nou, ik koop het omdat ik het dan leuk kan ophangen. Maar nu kan ik het op mijn hoofd hangen en zij heeft hem op. Mooi, hè? Een groot liefhebber van bomen, zeg je dus al. Dus als ze verhaaltjes zijn, nou, dat kan toch niet meer stuk? Dat kan ik niet meer stuk. Als het gaat over bomen en over natuur, dan ben ik helemaal de koningin wat dat betreft. Dan ben ik helemaal blij. Ja. Hè? Ja. Nou, jij bent meegekomen. Wat verwacht jij van de musical? Nou, ik vind het waarschijnlijk ook heel leuk, want ik ben er vorige keer ook al geweest. Andere musicals vond ik toen ook heel erg leuk. Dus ik denk dat ik dit ook wel heel erg leuk vind. Ja. En ben je ook een beetje een groot liefhebber van sprookjesverhalen? Ja, wel, dat vind ik wel altijd heel leuk. Nou, veel plezier zou ik zeggen. Geniet ervan.